Ja, ik hoef niet te klappen volgens mij. Hallo Tante Yusuwers, vandaag gaan we reageren op de nieuwe song van Yusu, genaamd... Hoe heet die? Dus Joost heeft een videoclip gemaakt. Wauw, eindelijk. Oeh, Joostie, nieuw clippie. Ik ben echt heel erg benieuwd. Joost heeft natuurlijk een 500.000 abonneetjes. Joost zijn nieuwe clip, 500.000 special. Ik hoef lekker niks te doen. Gewoon zitten en kijken. Perfect. We gaan kijken naar een track die Joost heeft gemaakt. Mijn grote vriend Jones heeft gevraagd of ik wilde reageren op zijn nieuwe nummertje genaamd Gimma. 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 Ben benieuwd. We gaan kijken. Wacht. Ik heb het nodig. Ik weet eigenlijk niet waarom ik moet reageren, want ik zit überhaupt niet eens in de clip. Joost heeft me eens gevraagd om mee te doen. Dat vind ik echt... Joost, zijn we nog überhaupt al vrienden? Je vraagt me niet eens meer voor je videoclip, joh. Je bent echt... Maar jij hebt wat meegenomen. Ik hoef niet. Ja, we weten allemaal dat Joost heel laat is als het gaat om videoclips en gewoon überhaupt zijn hele leven. Maar ik ben wel een beetje benieuwd, dus ik ga lekker kijken en loeren. Jongens, www.joost.pellen.nl. Nu ben ik er klaar voor. Let's go. Yusu, go and amaze me. Oké, 3, 2, 1. Daar zijn we weer. Hey! Nieuwe song. 500.000 abonnees. Nou ja, Nintendo 64! Mario! Hij heeft al die games gecustomized. Oh ja, daar had hij naam opgezet van het team. Sick man. Sad man. Ja, deze speelde ik ook. Ah, wat sick! Dit, echt heel sick. Hey! Oké. Dit is niet wat je verwacht had van Joost. Professionele look. Waar heeft hij al die oude consoles van? Lekkere gozertjes nachtrond. Hey. Oh, er gebeurt zoveel, jezus. Video. Zwevend koppie. Hey. Autootje slopen. Ja. Gimma. Wie is dat? Ja, ik zie het ook goed. Dat lijkt zo mooi. Dan waren wij weer. Chase geen cloud, oh geen goud. Maar die zoekt die rollen binnen. Oh. Ja, Joost. Ja, dit is goed. Op de kant. Oh, wat mooi. Die vind ik mooi. One on one, take met jou. One take. Ja, vet gedaan, man. Vet aan elkaar gezet. Wat doet hij met die stuntauto daar? Dude, production value, though. Maar echt een lekkere beat, gewoon. Dansen met je kat, doe ik nooit. Zo waar. Joost maakt best wel gekke shit. Ik kan hem ook nog liggen. Hey! Heerlijk! Gewoon die Duck and Duo, maar het blijft wel mooi, Joost. Ik vind Duck and Duo gewoon een mooi spel. Woe! Zieke straat al in door, hè? Dagelijks knallen tot diep in de nacht. Die dab was goed, die dab. Er liep echt zo'n man achter. We moeten wel zeggen, dit is wel een stapje erbij. Met een plant, op wat de fuck zitten jullie? Oh, what the fuck? Fucking Millie. Wat een woorden, oké. Ingewikkelde woorden wel. Dat was niet bij die eerste. Goeie line. Ik speel die Gimma. Nee. Beginnen. Dat is trouwens een taxi met een zeil als motorkap. Hoe kom je? Altijd gekke dingen. Hey! Dat was Kenner bij jij! Kenner, jij bent echt heel cool. Gimma. Ik speel die Gimma. Hey. Oh, hij is af. Wat een trekkie. Oh. Oh, Joost is dood. Game over. Lekker gedaan hoor, Jones. Huh? Wacht even. Dat ga ik even terug. Joost is dood, maar... Joost heeft Joost doodgeschoten? Wow. Nee, een hele vette clip. Oké. Sick. Productie. Dik. Track. Dik, beat, dik. Millie, half dik. Lekker clippy dat ten eerste. En het nummer zat ook goed in elkaar. Oké, what the fuck was de resolutie, though?
heeft 500.000 subs. Kan nog steeds niet normaal videoresoluties in 2020 aanhouden. Nee, ik snap waar die voor ging. Het was heel erg retro. Heel cool gedaan. Oké, jongens. What the fuck hebben we hier gezien? Even serieus. Deze gaat gewoon in mijn afspeellijstje voor tijdens mijn streams. Ik smeer het je. Ik had dit zo niet verwacht, maar hij is zo catchy. Ik zit er helemaal in, joh. Ik ben helemaal... Ik speel die Kimma. Yo! Yo, hij is nice, man. Ik zeg je eerlijk. Hij is lekker catchy. Hij is goede shit. Clip is nice. Er gebeurt zoveel in die clip dat ik denk van... Wow, waar de fuck moet ik op letten? Maar hij is dope, man. I like it. Nou, ik moet wel eerlijk zeggen, qua catchyheid, dan moeten we even zien over een paar maandjes of die nog steeds in ons hoofdje zit. Maar ik denk dat die wel dicht bij de JSS gaat komen, hoor. Qua lekkere beats en zo. Dat je denkt van, oh, die ga ik lekker in mijn hoofd houden. Net als JSS. Dat blijft zo lekker in je hoofdje zitten. En wacht op Ark is ook zo eentje die lekker in je hoofd blijft zitten. Ja, dat is geinig. Ja, dat is wel was nice gedaan. Ik snap alleen niet helemaal de shots met de taxi. Maar dat zal vast van weer een of andere... hidden reference zijn die ik gemist heb. Goed gedaan, jongen. Origineel concept, leuk doorgedacht. En ja, kijk, Millie zit erin, dus ja, dan is het gewoon een 10. Eén dikke 10. Joost did it again, boys. Oh, lekker! Heerlijk! Ik moet ook eerlijk zeggen dat na die opnamedag heb ik hem alleen maar in mijn hoofd gehad. Ik vind hem lekker. Ik vind hem goed. Ik vind hem 10 out of 10. Kan leren, Joost. Ik ben aangenaam verrast. Ik ben echt gewoon echt goed. Shit. Ik vind hem echt dope. Holy shit. Ik bedoel, het zo. Oké. Laat me ook voorop stellen. Wat hier is neergezet is echt fucking tof. Zeg maar gewoon in de 4x3 kader. Wat je dan ook weer een soort van oldschool vibe er terug opgeeft. Dan met die duckhunt zit shit. Die visuals die zijn allemaal dope. Zo, respect hoor. Holy shit, ik was blown away. Zoals je hoort, wederom hoort aan mijn voice crack. Dit is gewoon high quality, man. Dit zie je niet in de gaming scene. Nee, grapje. Meteen iedereen over me heen. Ik geef hem 5 bangers van de 5. Vooral door die zwevende hoofden. En halve Millie, want ze bijt mij en krabt mij altijd. Dus ik zie dat liever niet compleet, zeg maar. Is dat duister? Lekker, Joost, lekker gedaan, man. Lekker gedaan. Dit is echt een topclip. Je beste tot nu toe. Wat vond jij ervan? Cool. Ik vond het een topnummer. Goed gedaan. Ik ben benieuwd of je ook eentje gaat doen bij de 750k. Ik denk het niet. Of die komt waarschijnlijk bij de 8 ton online. Want Joost is altijd te laat. Vooral de videoclip kan je zien dat daar heel veel gedachtegang door zit. Hij moet wel tijd hebben besteed aan het geluid. Aangezien het zo lang heeft geduurd. Ja, ik vind het vet op dat stukje van... Dat je gewoon een eigen label hebt gefixt. Joost Bouwhof Gimma. Dat is nice, ouwe. Ik zie wel hier en daar dat randje. Als je inzoomt, dan zie ik wel gewoon van dat je het nog niet helemaal goed hebt opgeplakt. Joost, dit doet me pijn. Dit doet me pijn, Joost. Waar is Link? Ja, waar was Link? Link, waar was je? Ik dacht dat Link je beste vriend was. Waar was Link? Huh? Ja, waar was Link? Ik heb een hoop dingen gezien. Die overgang van Duck Hunt naar die buitenset, dat is ook echt vet. Dat is een screen replacement. Maar dat is top. Daar zijn ze. Dan zijn ze opeens buiten op straat. Dit werkt wel goed. Die overgang is echt wel sick ook, hoor. Even, de grote Millie is gewoon fantastisch. Holy shit, dat stukje met die grote Millie, die is echt, echt heel nice. En met de halve Millie is ook echt zo leuk gedaan. Ik voel hem helemaal gewoon, joh. Ik voel hem gewoon helemaal. Echt, Joost, dikke vette complimenten. Nee. Maar ik vind het echt vet, man, Joost. Respect. Zieke gang ook achter je lopen. Ja, hier. Met een gordijntje. Op minuut 32. Ineens zie je zo'n heftige gang achter je lopen. Dan weet je het. Ik ben een pro-gamer. Ik vind dat stukje met die Duck Hunt. Gewoon het feit dat de framerate een beetje choppy is. Dat hij een beetje pixelachtig is. Very nice. Echt oprecht... Leon, you did well. I am very proud of you. This is good. This is very good. Maar de muziek zelf is ook helemaal niet zo verkeerd. Op een gegeven moment ging hij best wel snel achter elkaar. Op een gegeven moment, dat was met die... En ik heb een halve milli. Zoiets deed hij dat. Nou, misschien heeft hij daar de hele tijd voor geoefend, maar... Dat was nog, weet je. Die vloeide echt super lekker en het klonk ook gewoon goed. Ook gewoon op 37 seconden zie je Duncan super, super...
Super awkward dansen. Wat is hij aan het doen? We hebben de mensen die eraan hier hebben gewerkt. Even chapeau naar jullie allemaal. Dat is allemaal. Ik vind het mooi. Ik vind het gewoon heel mooi. Joost, lekker gewerkt. Mensen die eraan hebben gewerkt. Zag Leon staan en nog allemaal andere naampjes. Shout out naar jullie, joh. Dit is mooi. Mag ik shippy? Oh, nu wel. Ja. Joost, dat is een fout aan de clip. Jongens, stop maar. Stop de clip maar. Dat is een fout daarin. Op 1 minuut 7. De controller daar is niet aangesloten. Dus dan druk je op start. Maar dat doet natuurlijk vrij weinig, want de controller zit niet in. Ja, dus dan denk ik helaas dat de clip dat die gecanceld is. Dan moet ik hem toch een 3 geven. 3 van 10. Ik vond hem heel vet, maar dit soort foutjes kunnen echt niet. Ja, sorry. Wacht even, hij zegt... Chase geen cloud, voor geen goud. Al die subs die rollen binnen. Nu gaan we even kijken. Ja, Joost. De subs rollen inderdaad binnen. Want je krijgt er per dag 67 bij, Joost. Dat betekent dat ze kruipen een beetje binnen. Maar dat geeft niet. Ik bedoel, ze rollen nog steeds wel binnen. Ze rollen misschien wel achterstevoren, maar ze rollen nog steeds binnen, bro. Het heeft eventjes mogen duren, maar dan heb je ook wat. Ik ben trots op je, jongen. I'm very proud of you. Op naar de millie! Let's go! Dan hebben we een hele millie. Geen halve. Arme millie. Helemaal door midden gezaagd. Wauw, Joost. Wat een mooie song. Hopelijk leer je een keertje zingen. Verder vind ik hem heel mooi. Wat mooi. Ik ben aangenaam verrast. Lekker bezig, Joost. Het leuke vind ik dan ook wel, zeg maar, dat je teksten zoals Gimma gebruikt, terwijl je de blankste gozer ter wereld bent. Maar dat maakt niet uit. Moet gewoon kunnen. Gooi het eruit. Fuck it. Gimma dit, Gimma dat. Oh, lekker, man. Ik heb genoten. Ja. Good shit. Nee, dik, man. Ik heb echt respect. Ik vind de beat dik. Ik vind de clip goed. Ik ben echt zeer, zeer positief verbaasd. Ik vind het echt een goed nummer. Joost, respect. Goed gedaan. Echt super tof gedaan, Joost. Echt baal als een stekker nu nog meer. Dat ik er niet bij was. Maar dit is echt nice. Dit is echt toffe shit. Ik ga deze gewoon... Deze komt gewoon in mijn afspeellijst terecht. Wat voor cijfer geef je? Of is dat een vraag aan mij of aan de kijker? Aan jou. Nou... Chippy. Goed gedaan, Joost. Ik ben trots op je videoclip. Ik ben trots op jou. Met je 500.000 abonnees. Gefeliciteerd daarmee toch trouwens. Ik weet niet of ik je daarmee heb gefeliciteerd, want het is alweer lang geleden. Ik hoop dat je videoclip voor 750.000 abonnees, als je die gaat doen, of 1 miljoen, wel op tijd is. Dat zou verfrissend zijn. Mag ik nog een chippy? Nee. Goed, abonneer even op Joost's kanaal en luister Gimma. Luister hem nog 20 keer, minimaal, vandaag. Oké, thanks. Vond je nou een leuke video? Neem je hem hoog. En abonneer op de kanaal die in de beschrijving staat. Ja, dankjewel Joost dat je ons allemaal in de beschrijving zet. Ontzettend lief. Dat vinden wij echt heel cool van jou. Ja. Dank je dat we mee mochten doen. Ja. Millie is niet zo lief. En ze is dik. Het is een toppertje, man. Wel verdiend met je halve Millie. Soon one gmilly. Even abonneren. Even doen, hè. Joost moet even die miljoen halen. Gaat hij weer zo'n liedje maken? Ik ben benieuwd. En nu? Wat gaan wij nu doen? Seksen!